En de Haitiaanse ambassadeur Alex Jos Pietri, heeft aandacht gevraagd voor de status van de Haitianen in Suriname. Dit deed hij gisteren tijdens zijn kennismakingsbezoek aan de waarnemend minister van Justitie en Politie, Ferdinand Welzijn. De ambassadeur pleitte voor verlenging van het project Legalisatie Vreemdelingen. Het legalisatieproject is op 4 september 2017 door Justpol gelanceerd en duurde tot en met 20 december 2017. Vreemdelingen die voor 1 juli 2017 legaal Suriname zijn binnengekomen en door een of andere reden hun legale status niet hebben kunnen regelen, zijn toen in de gelegenheid gesteld een verblijfsvergunning aan te vragen. Verder is gesproken over het verschil tussen Haiti en Suriname. Met betrekking tot de handelsbekwaamheid. In Haiti is een ingezetene van 18 jaar handelsbekwaam, terwijl volgens de Surinaamse wetgeving de persoon 21 jaar of ouder moet zijn, mits hij of zij jong gehuwd is. Minister Welzijn zei, bij de uitvoering van het, zei dat bij de uitvoering van het project Legalisatie heel wat ervaring is opgedaan. Bij het volgende project zal er nagegaan worden hoe zaken beter aan te pakken. De bewindsman zal in het kader van de evaluatie van het project ook de lokale vertegenwoordigers van onder andere China en Brazilië spreken. In totaal hebben meer dan duizend illegalen zich in de afgelopen drie maanden geregistreerd om in aanmerking te komen voor een legale status. De ambassadeur ziet het bezoek als een eerste stap om de samenwerking tussen de beide landen duurzamer te maken. Ambassadeur Jos Pietre werd tijdens zijn bezoek aan minister Welzijn bijgestaan door Vice-Consul Operations Manager Rosaria Alexandre en zijn assistente Marie Fortune.